Perfect. Dinsdag, hè, Frodo? Ja, hè? Ja, ik ben Corina. Dat is Frodo. Dat is Gandalf. En Eowyn, die zit daar. Ja. Echt wel. Het is heel erg koud. Ja. En het is heel erg donker. Ook dat nog. En we leven dus op 20 november... om 9:25. Waarom ik er zo vroeg uit ben? Nou ja, ik heb geen afbericht, niks gehoord, dus ja, we zien het wel, toch? Wie, wat er komt. En anders ben ik er gewoon lekker vroeg eruit. Ja. Ik ben met koffie bezig. Ik ga een broodje klaarmaken. Maar ik wens jullie allemaal, ja, zeker te weten, een hele fijne dag en welkom bij deze vlog. Ja, hij is gloednieuw ook dat nog. Hoe doe ik dat, hè? Ja. Wat is het meisje? Wat is? Oh ja, oh goeie dan. Hé? Oh goeie dan, hè? Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie dag, maak er wat van. Je moet het zelf doen met dit weer, want oh, en kleed je goed aan als je naar buiten moet. Oh, je waait uit je kleding vandaan hier. Maar oké, dat merk je vanzelf wel. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden. Ben je er zo vroeg uit? Omdat je denkt dat je juist al gezorgd weer krijgt. Nee dus. Ik heb er net aan de telefoon gehad. Dat heeft er weer ziek gemeld. Want ja. Ze moet naar de gynaecoloog toe. De gynaecoloog wilde zien. Gaat niet goed. En ik heb net kantoor opgebeld van het bedrijf. En dan krijg ik vanmiddag pas een telefoontje voor terug. Want degene die ik heb, moet die erover gaat, die is op cursus. Dus ja, dan moet ik wachten. Vind ik niet leuk. Maar ja, oké, ik ben wel bezig. Ik had mijn tas weer vol met schone was. Dan ben ik aan het opvouwen, beetje bij beetje. Ik had eerst hier de broek schoongemaakt, zodat ik ook een stukje van de kookplaat kan gebruiken. En dan, dan kan ik vouwen heen gaan en gelijk weer opruimen. En dan kan het weer de lijn. Ja, toen was het donker. Wat raar, hè? Ja. Maar oké. Ik bedoel maar, ik hoop dat ik toch wel vandaag hulp krijg. Ja, en niet weet ik veel eind van de week pas. Nee, ik heb 2 keer in de week hulp nodig. Simpel zat. Ik kan niet alles. Nee. Kan veel, maar niet alles. En dus, maar in ieder geval. Oké, maakt allemaal niet uit. Kan dat of die is nou hier ook, zoals jullie zien. Die zit zuigen te poetsen. Ja, want de droger die draait.
En daar is hij bang van als dat ding draait. Dus dan blijft hij liever beneden. En het is buiten te koud, dan had hij naar buiten gegaan. Maar dat doet hij niet, nee. Dus, maar ja, het maakt allemaal niet uit. Het is ook echt roetje koud. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En ik zie jullie straks alweer, toch? En Chrissy die komt vanmiddag weer, want die gaat Frodo lekker in de douche doen. Dus dat komt ook allemaal goed. Ja, ik ben ook nog niet weg geweest. Nee, en ik moet daar ook wel weg. Ja, maar misschien dat ik dat tussendoor even doe. Want ik moet toch even wel wat weg, wel wat halen allemaal. Maar het komt wel zo. Ja hoor, ze zeggen tot straks. Ja, lieve vrienden, ik zie er heel gek uit, maar dat doet er lekker niet toe. Dit is mijn vest. Ik doe nog een lange jas eroverheen, ook met een capuchon op. Chrissy die komt niet, want het voelt aan min 7. Ja. Dus ja, ik trotseer het wel, want ik moet, want ik heb toch wat nodig. Want anders kan ik straks niet meer naar de wc. En zo zijn er nog een paar dingen. Eowyn en Gandalf die hebben geen eten meer en toen werd mijn beeldwater. Dat boeit me lekker niet, dat gaat toch wel weer goed komen. Toch? Zo ja. Maar in ieder geval, ik probeer het te trotseren en ik zeg tot straks maar weer. Nou lieve vrienden, ik zie er niet uit. Nee, twee capuchons op, nee dat hè. Maar ik ben net thuis en er is er eentje hier heel dwaas en gek aan het doen. En dat is die natuurlijk hè. Ja, hij was aan het janken. Wat hè? Hoe dat nou? De boel op de grond donderen. Jongen, nog van toe. Hé, maloot. Ja, zo blij is die. Oeh. Ja, dat heet je helemaal niet, zo'n idioot. Dan val je. Ja. Auw. Ja. Zou ik ook zeggen. Mafkees. Maar ja, huis hier eens een keer eventjes lijp. Want het gebeurt wel eens dat hij het doet, maar niet op deze manier. Dan is mijn hele leven, maar hij blijft nou bezig. Ja, nou ik blijf wel weer thuis hoor. Hé, heb ik mijn boodschapjes gedaan? Nou voor jou en voor Eowyn en voor Gandalf. Ja. Komt allemaal goed. Hé? Ja, en het is koud buiten, ja. Nee, dat zijn mijn boodschappies en ik heb gelijk ook mooie kerstkaarten erbij gekocht. Ik heb nog wel, maar ik vond dit zo mooi. Zo mooi. En dat maar 1,99 hè. Toch geen geld, dat is een luxe pakket. Maar ik heb in de kast heb ik ook nog, dus ja, dat komt allemaal goed. Ik ga eerst even een bakje koffie maken, ben ik wel weer aan het doen. Toch, en straks komt mijn begeleider van Cirelo. En ik zag dat ik een appje had gekregen terwijl ik weg was. Dus dat zal ik even bekijken. Want als ik Pokémon aan heb wanneer ik wegga. Want wanneer ik wegga, ook wanneer jullie meegaan, ik doe ook Pokémon Go. Dus als ik ergens stil blijf staan, dan weten jullie wat ik aan het doen ben. Want dan ben ik iets te doen wat ik niet rijdend kan doen. Nee, en, maar met die kou. Ik heb maar voor mijn eitje gereden, meer niet. Want ja, in de winkel kan ik bij een Pokémon stop komen. En dan doe ik het wel even. Maar voor de rest, als met die kou heb ik handschoenen aan en dan ga ik dat niet doen. Nee, echt niet. Het is mij veel te koud voor. Ik zal even kijken wat het appje is en even koffie maken. Het is ja, gewoon weer donker. Ik weet het niet. Het is donker in huis, ik heb mijn lamp aan erbij. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Donkere dagen voor kerstmis. Toch? Ja. En ja. We gaan door met die banaan, zou ik ze zeggen. Wat is er nou weer? Nee, ja. Moet niet eens kunnen. Ja. Het is ja. Ja,
zeggen. Ja. Hé, Ewe? Ja. Ja, goed zo. Nog een keer? Ja? Ja, hè, goed zo. Ja, zo is dat. Nou, tot later. Doei, doei. Ja, ik zie er niet uit, maar het maakt niet uit. Nee, ik ben er net weer met die tak bezig geweest, waar ik gisteren ook al mee bezig was, met die galanden eromheen. Verlichting deed het. Nou, hing ik hem op en ik deed de stekker erin. Deed hij het nog? Tenminste, ik hing hem voor de helft op, laat ik het zo zeggen. Eerst aan die kant van het raam, want ik heb geen andere punten dat ik hulp kan krijgen. Hier zit geen haard erbovenin het plafond, daar heb ik op bekeken. Maar in ieder geval, ik heb wel bevestigingspunten bij het raam, dan doe ik het daar toch een klein beetje anders. Hang ik hem daarvoor, kan ik daar ook weer ballen in doen en dan is dat ook leuk. Maar ik had hem daar opgehangen en bij de tuindeur waar die ster hangt, ik zal er even naartoe gaan. Er hangt een zilver metalen ster. Die. Daar had ik hem aan vastgemaakt. En de slingers voor het raam eroverheen gedaan. De ster eroverheen gedaan. Die had ik weer laten hangen. En ik doe hem in de stopcontact. En toen deed hij het nog. Ik maak hem vast en in ene deed hij het niet meer. Ik heb hem in de keuken nog een keer geprobeerd in de stopcontact. Maar het doet niks meer. Nou, ja, hallo. Dikke me. Ja, en dan ga ik zo meteen mijn vest uit doen, want ik zweet mijn eigen apenzuur. Maar eerst even een bakje koffie en niet weer uit te schieten zoals van de week. Ik ga wel voor volle bakjes, want ik ben niet in Den Haag geboren, nee. Ik ben hier in Helden geboren. Zo, koffie, koffie, koffie. En dan ga ik lekker zo mijn vest uit doen, want het zweet goed van me af. Dus ja, nou, en ik zou zeggen, ik ga verder hier al. Want ik ben nog niet klaar. Ik heb nog het een en ander te doen. Ja, en ik weet niet wat we gaan eten. Nee, jij wel? Ja, jullie krijgen vleesje. En boven staat de brokjes. Ja. Ja, is zo. Hé? Hallo? Ja, nou? Nee, ja. Ja. Dus ja, dan gaan we maar eventjes door en een bakje koffie. En ik heb nog niks gedaan op Facebook. Ik moet nog vlog in elkaar zetten, dus ik heb nog druk. Dus ik zeg, doei, tot later.